Mirjam. Ik zou allereerst willen vragen of je een beeld kan scheppen van het gezin waarin je bent opgegroeid. Ja, ik ben opgevoed in een zionistisch gezin. Mijn vader was zionist, al heel jong. En dat was eigenlijk iets buitengewoons, want de hele verdere familie, mijn moeder had 4 broers en een zuster, en mijn vader had ook zusters, en we hadden alle mogelijke neven en nichten. En die vonden dat een bespottelijk idee, dat zionisme. Wat moeten wij in Palestina? Wij zijn Hollanders en wij hebben in Palestina niets te zoeken. Maar mijn vader was dus zionist en dan zeiden ze, mijn vader die heette officieel, heette die Boerits, want hij had een Joods-Duitse moeder. Dat was dus een Duitse naam. Maar Maurits, nou ja, goed, hij is nu eenmaal zo raar om een zionist te zijn. En als er geld moest gegeven worden, dan gaven ze wel wat. Maar verder hadden zij daar niets mee. En ik ben dus, nou mijn moeder die was nou niet speciaal zioniste, maar die deed mee met mijn vader. Die was er niet op tegen. Ze was er eigenlijk ook niet zo erg voor. Maar dat, zoals gezegd, de vrouwen die deden wat de man wilde. En zo was dat dan. En die deed mee. En doordat mijn vader zionist was en ook actief was in de zionistische beweging. Hij was voorzitter van het Joods Nationaal Fonds. Dat was een honoraire baan. Hij verdiende daar geen geld. Maar er was een kantoor van de zionistische beweging. En dan ging hij op zondag, dan werkte hij niet, ging hij daar naartoe. En dan gaf hij instructies en hij hoorde van de ambtenaren die er waren wat aan de hand was. En dat was zijn taak als voorzitter van het Joods Nationaal Fonds. En toen ik 12 jaar was, werd ik naar een zionistische jeugdbeweging ingestuurd. En dat was dan tevens een religieuze jeugdbeweging, want mijn vader was, ik kan niet zeggen orthodox, maar zeer traditioneel. Wij hadden, op Shabbat werd Shabbat gehouden, en de feestdagen, en we hadden een kosher huishouding. Maar je kunt het niet vergelijken met wat op het ogenblik de extreme orthodoxie is. Dat waren wij beslist niet. En wij waren ook Hollanders. Wij waren weliswaar, mijn vader was zionist, maar hij was toch ook heel erg koningsgezind. Enzovoort. Maar ik werd dus naar de Joodse jeugdbeweging gestuurd. En daar heb ik mijn man leren kennen. Want mijn man was daar de voorzitter van een van die afdelingen in Amsterdam. Nou, daar zag ik erg tegenop. Hij was de voorzitter, ik was helemaal niks. Maar ik ben daar later, toen ik dan een jaar of 15 en 16 was, ben ik zijn secretaresse geworden. En daar is dus de verbinding tot stand gekomen. Ja. En hoe heette die jeugdbeweging? Die heette Zichron Jakob. Zichron Jakob heette dat toen. En wat deden jullie zoal? Wij leerden Hebreeuws. Wij leerden de Joodse geschiedenis. Wij leerden ook de feestdagen enzovoort. Het was werkelijk een achteraf gezien een buitengewone goede school en een goede beweging. En een heleboel van degenen die daar lid van waren, die hebben daar de beste herinneringen aan. En degenen die helaas, er zijn nog maar weinig overgebleven, maar degenen die zijn overgebleven, daar hebben we dan nog, maar daar hebben we het dan ook over van hoe achteraf bekeken die jongeren, want het waren tot 18 jaar, de zaken goed hebben gezien, hoe de toestanden waren. Hoe bedoel je? Nou, dat ze begrepen hebben dat het met Duitsland niet goed zou gaan en dat wij ons moesten richten op Palestina om daar eventueel te komen. Nou was het min of meer theoretisch af en toe, maar niet alleen. Want mijn man die was idealist en die is in januari 1938 naar Palestina gegaan, wat iedereen bespottelijk vond. Er was één vriend van mijn vader die zei, ik heb wel bewondering voor je idealisme, maar je bent gek. Heel doodgewoon. Ja. En jij? En achteraf bekeken was dat het meest juiste wat hij kon doen. Ja. Maar dat wist hij toen ook niet. Want in januari 1938 dacht niemand aan Duitsland. Dat is pas gekomen in september. Maar niemand dacht aan. In september, toch niet eens in september, in 1939. Toen begonnen ze erover te denken, maar ook daar
ook daar waren een heleboel die zeiden, nee, dat gebeurt hier niet enzovoort. Ik weet niet of jij mevrouw Wijsmuller hebt gekend. Mevrouw Wijsmuller was een mevrouw die kinderen uit Duitsland naar Engeland bracht. En mevrouw Wijsmuller is naar buitenlandse zaken gegaan en heeft gezegd, het gaat mis. Er zijn soldaten aan de grens en ze hebben er uitgelachen. Bij de regering, bij buitenlandse zaken. En hoe stond jij daar tegenover? Ik was het ook. Nou, ik was dus ook beïnvloed door die jeugdbeweging. En ik was ook van plan naar Palestina te gaan. Maar dat hing eerlijk gezegd toch wel een beetje in de lucht. Maar toen ik verloofd werd, want we hebben ons officieel verloofd met Leo Bolle, toen was ik van plan om naar Palestina te gaan. En het was zelfs zo dat wij van plan waren daar te trouwen. Mijn man heeft daar een opleiding gehad voor leraar. En als hij dat diploma zou bereiken, dan zouden wij trouwen. Nou, dat is gebeurd toen de oorlog is uitgebroken, toen de invasie is geweest. En toen kon ik met geen mogelijkheid wegkomen. Ik heb het geprobeerd. Ik heb zelfs tijdens de oorlog de voorzitter van de joint ontmoet in Den Haag. En ik heb gevraagd, ik niet alleen, maar degene die mij dat naartoe gestuurd heeft van het Comité voor Joodse Vluchtelingen, mevrouw Van Tijn. Ik heb gevraagd, meneer, ik heb een bewijs dat als ik in een neutraal land ben, dat ik permanent resident kan zijn voor Palestina. Maar hij heeft mij niet meegenomen. Je bent in 1938 ben je gaan werken voor het vluchtelingenwerk, hè? Ja. Onder David Cohen, die leidde dat? Nou, David Cohen was de voorzitter geloof ik, weet ik niet meer. Nee, de secretaris geloof ik, van het comité. Maar dat was dat was wel zijn titel, maar het eigenlijke werk werd gedaan, degene die het werk deed en waar ik dan de privésecretaris, dat was Henri Eitje. En die was eigenlijk degene die het comité leidde. En wat moest je zoal doen? Brieven schrijven. Ja. Ik was secretaresse, dat was mijn taak. En dat heb ik mijn hele leven gedaan. Dat was het enige waar ik voor deugde. Ik deugde voor niets anders. Echt niet. Maar daar deugde ik voor. En ik was zijn secretaresse. En ik schreef brieven en ik moest ook mensen ontvangen. En daar was ik ook goed in. Ik onthield alle problemen en alle specifieke onderdelen van hun geval. Want ieder geval was anders. Iedereen was anders. En daar was ik goed in. Maar ik kon ook niet veel doen, hoor. Maar wat je hoorde dus over, je hoorde verhalen van Duitse Joden. Wat deden die verhalen met je? Ik vond het verschrikkelijke verhalen. Maar dat schrijf ik ook in een van die brieven. Ik schrijf, ik vertelde dat aan mijn ooms. En die zeiden, het komt toch niet altijd met die treurige verhalen. Wat heb je, een jong kind, wat moet je nou allemaal altijd treurige verhalen vertellen? Dat gebeurt hier niet in Holland. Dat zijn verschrikkelijk. Dat zijn wel dingen die kunnen in Duitsland gebeuren. In Nederland gebeurt zoiets niet. Zo dat is het. En sprak je met je ouders daarover? Ja, mijn ouders die stonden daar anders tegenover. Die begrepen zowel mijn vader als mijn moeder en ook mijn zuster. Ik heb een jongere zuster. Die begrepen wel dat het ernstig was. Maar doen konden wij niets. We konden het alleen zeggen dat het erg was. Op een gegeven moment vallen de Duitse troepen Nederland binnen. Kan je dat nog... Ja, goed herinneren? Ja, dat kan ik me goed herinneren. Want dat was zo'n klap. Ik heb de inval niet gehoord. Mijn vader die zat bij de radio, die heeft het gehoord. Ik was jong, ik sliep. En ik heb niets gehoord. En mijn vader heeft me wakker gemaakt en heeft gezegd... het is mis, de Duitsers zijn ingevallen. En het eerste wat ik gedacht heb is... ik zie mijn verloofde nooit meer terug. En langzamerhand is het doorgedrongen, maar afschoon ik zelf niet gedacht heb, we blijven neutraal. Ik heb er geen ogenblik aan geloofd. Ja. Nee. En er waren altijd geruchten, ook dat het mis zou gaan. En ik heb altijd gedacht, een bepaald ogenblik gaat het mis. Dat wel. Maar op het ogenblik dat het gebeurd is, moest het heel lang tot mij doordringen hoe erg of dat was. Nou, op een gegeven moment wordt het, hè, de Joodse, anti-Joodse maatregelen, die zijn natuurlijk al vrij snel, maar het wordt steeds grimmiger. Nou, ben jij getuige geweest van de februari-razzia? Zou je daarover kunnen vertellen? Ja, daar ben ik toevallig getuige van geweest.
Wij woonden hier vlakbij. Dat is hetzelfde blok. Oh, nee, niet precies. Van de Schouwburg op de plantage Muidergracht. En mijn verloofde, die er toen al niet meer was, die woonde op de Nieuwe Keizersgracht vlakbij de Weesperstraat. En ik ging op een shabbat, ging ik daar naartoe. En ik kom daar bij de brug en daar staat groene politie. En ik ben toen doorgelopen, maar voor het raam bij mijn aanstaande schoonouders hebben we toen gestaan. En daar hebben we precies gezien wat er gebeurde. Hoe die SS, want het was toen alleen niet meer de groene politie, daar kwam de SS bij. En die heeft jongens die daar aankwamen, het was shabbat, gingen wandelen, bij hun kraag gepakt en ze letterlijk naar het Waterlooplein gesleurd. De meisjes mochten weggaan, want ze liepen daar met hun vriendinnetje. En op die manier zijn toen die 200 waren het, geloof ik, naar Schorel gestuurd en omgekomen in Mauthausen. Maar het was vooral, wat je zag, was mensen die van straat werden geplukt. Ja. En zag je ook dat ze huizen binnen gingen? Of nee, ze gingen toen niet huizen binnen, dacht ik. Maar er liepen genoeg mensen die daar waren. En een van die mensen, dat heb ik ergens anders gelezen, die was op weg daar naartoe. En er was een politieagent en die zei, waar ga je naartoe? En die zei, ik ga naar de Weesperstraat, naar de brug van de Weesperstraat. En toen zei hij, ben je gek? Donderop, weg. Die zag wat er gebeurde. Ja. Ja. Ja, dat is behoorlijk angstig als je dat... Ja, het was verschrikkelijk om te zien. En ik schrijf nog ergens ook aan mijn man. Jij hebt daar altijd gestaan met vrienden te debatteren van jullie moeten naar Palestina en jullie moeten niet in Nederland blijven enzovoort. En toen hebben we toch niet gedacht dat op die brug van de Weesperstraat dergelijke verschrikkelijke dingen zouden kunnen gebeuren. En het was, toen heb ik, en niet alleen ik, ook mijn schoonouders die daar stonden en mijn zwager die intussen kwam, die hebben beseft dat het iets verschrikkelijks zou zijn. Ja. Op een gegeven moment gaat het Comité voor Joodse Vluchtelingen gaat over, wordt opgenomen in de Joodse Raad. Zou je heel kort kunnen aangeven wat de Joodse Raad was? De Joodse Raad was een instituut dat ingesteld is door de Duitsers. En de Joden hebben niet gezegd van we gaan nou maar eens een Joodse Raad oprichten. En dat is door heel Europa geweest. En overal heeft zich hetzelfde afgespeeld dat de Joodse Raad tenslotte moest min of meer meewerken met de Duitsers. En mijn man, die ik dus inderdaad hier gelukkig heb teruggevonden, die stond er heel afwijzend tegenover, dat hadden jullie nooit moeten doen wat jullie gedaan hebben. Het is in heel Europa op precies dezelfde manier gebeurd. En blijkbaar hadden de Duitsers het voldoende inzicht om te weten op welke manier ze dat moesten klaarspelen. En in het begin was het allemaal, hebben de leiders van de Joodse Raad, die hebben nog wat tegengestribbeld en die hebben ook nog wel eens wat bereikt. Maar op het laatst was het werkelijk min of meer medewerken met de Duitsers, wat ze niet wilden. Ze wilden het absoluut niet, maar dat is langzamerhand zo geworden. En toen, want ik was in het begin, heb ik de Joodse Raad verdedigd tegen mensen die ze ook zeiden van dat moet niet. En zelfs mijn vader zei, die was beschermd door het feit dat ik beschermd was. Want de Duitsers hebben de leden van de mensen die werkten, die bij de Joodse Raad werkten, die kregen een zogenaamde sperre. En dat betekende dat ze, bis auf weiteres, voorlopig niet voor deportatie in aanmerking kwamen. Nou werkte dat niet altijd, maar het werkte wel. En mijn vader die heeft tegen mij op een gegeven ogenblik, de Joodse Raad, dat is vuiligheid. En ik vind het verschrikkelijk dat ik daarvan profiteer, maar zo was het. Ja, want als dan zeg maar vanaf juli 1942 de massale deportatie begint, dan is er natuurlijk ook een run op de Joodse Raad om toch dat strohalmpje vast. Zou je dat kunnen beschrijven? Want jij was daar. Er was een run op de Joodse Raad. En de Joodse Raad heeft ook geprobeerd zoveel mogelijk personeel aan te trekken, zonder dat het nodig was. Maar ja, dat is niet eindeloos natuurlijk. En bovendien werden een heleboel van die mensen, die waren dan wel zogenaamd kantoorbedienden, of hoe je het ook noemen wil, die werden niet betaald. Maar dat hinderde niet, daar ging het ze niet om. Het ging het om die sperren en die hebben ze ook gehad. Maar ja, ze konden niet al die
tienduizenden mensen die daar aangestormd waren. En dat was iets vreselijks. Die stonden daar voor de deur. Die hadden geen auto, die hadden geen tram. Daar mochten ze niet in. En die kwamen uren lopen en die begrepen dat ze niets konden bereiken. En die mensen konden er ook niet allemaal in, want dat was één deur. Daar konden ze niet allemaal in. En die wilden dan de voorzitters, er waren twee voorzitters, spreken. En die voorzitters die waren er lang niet altijd. En jouw werk, jij was ook daar secretaresse, waar bestond dat dan uit? Nou, dat was in het begin was het min of meer hetzelfde, om de Duitse vluchtelingen zoveel mogelijk te helpen. Maar er viel eigenlijk niet veel meer te helpen, want in het begin was, ja, er viel toch nog wel het een en ander. Want mijn taak was om te proberen ten eerste mensen die illegaal gekomen waren, een legale positie te geven. En ten tweede om te proberen een werkvergunning voor ze te krijgen. En dat was mijn taak. En in het begin werden mij die brieven gedicteerd. En later had mijn baas zo verschrikkelijk druk dat ik die brieven zelf schreef. Dat wil zeggen, dit. Ja. Ja. En op een gegeven moment dan, vanaf dat die massale deportaties, ben je ook in de Hollandse Schouwburg geweest om werkzaamheden te doen? Ja. Ja, ik werd dan opgebeld en zei ze, je moet naar de Hollandse Schouwburg, want daar worden ook mensen die een sperre hebben, worden die naartoe gebracht. En dan moet je brieven schrijven aan de Duitsers om te proberen die mensen vrij te krijgen. Want die hebben, duizenden mensen werden naar die Schouwburg gebracht die geen bescherming hadden, maar die mensen hadden dan toch min of meer een bescherming, die hadden die sperren. En ik moest dan proberen brieven te schrijven naar de Duitsers, die daar ook zaten, om te proberen die mensen vrij te krijgen. En dat heb ik daar gedaan. En dat is, ik mag van mezelf zeggen, ik kon goed brieven schrijven. En dat is ook in de meeste gevallen is mij dat gelukt. Ook zonder dat ik die brieven geschreven had, zou het misschien gelukt zijn, maar laten we zeggen dat het gewoon weer. Ja. En kun je een beschrijving geven van die Hollandse Schouwburg? Hoe zag dat eruit? Nou, dat was een chaos. Er waren mensen die wanhopig waren. En er werd gehuild. Bovendien waren de sanitaire toestanden waren verschrikkelijk. Die mensen zaten op elkaar gedrongen. Nou zat ik apart met mijn schrijfmachine, dus ik zat daar niet onder, maar ik zag het wel. En dat was vreselijk. En er kwamen ook mensen, ook naar mij toe, mensen die soms die ik kende, soms die ik niet. Ik zei, kan jij niks voor me doen? Kan jij niet? Nou, ik kon helemaal niets. Het enige wat ik kon doen was een brief schrijven die soms wel eens geholpen heeft. Want waar zat jij dan? Ik weet niet meer precies waar ik zat, maar ik zat een klein beetje buiten waar die mensen zaten. Ik zat toch omringd van de mensen aan een tafeltje met een schrijfmachine en een stoel. En ik tikte daar brief. Dat wil zeggen, de mensen die wilden dat ik een brief voor ze zou schrijven, die kwamen bij mij en die vertelden dan wat voor taak ze had. En dan schreef ik van dat die taak zo belangrijk was voor de Duitsers en dat het toch verschrikkelijk zou zijn als die taak niet zou vervuld worden. Zoiets dergelijks, ik weet niet meer precies wat. En zag je dan ook Oosterfunte daar? Ja, ja. Ja? Oosterfunte die kwam daar. Die was meestal dronken. Ik bedoel, ik heb Oosterfunte bij andere gelegenheden ook gezien. Hij was heel vaak dronken. En er kwamen er mensen naar Oosterfunte, ook zoals ze weer bij kwamen, van hier zijn mijn papieren en ik heb dit en ik heb dat. En dan zei Oosterfunte, die zei toen nog niet, het komt niet in aanmerking, die zei van de ene wel en de andere niet. En dat was volslagen willekeurig. Dat was geen touw om vast te knopen waarom de een wel en de ander niet. Maar goed, degene die vrij werden gesteld, die werden tenminste vrijgesteld. Ja. En je bent ook een keer, moest je naar een vrouw, die moest je ophalen. Ja. Zou je dat kunnen vertellen? Ja. Toen werkte ik ook in de Schouwburg, geloof ik. En er was een man, dat was zo. Die woonde al in Oost, op de Tuchelaarweg. En die hadden een oproep gekregen. En die man was naar de Duitsers toegegaan en had gezegd, ja mevrouw, die kan niet klaarkomen, want er is zo'n bende. En ze weet niet hoe ze op tijd in de Schouwburg moet zijn. En kunnen we dat niet uitstellen? Nou, die man die is onmiddellijk opgepakt en die is naar de Schouwburg gebracht. En toen hebben ze tegen mij gezegd, je moet naar die vrouw toe gaan. Want toen was nog min of meer de illusie dat de families niet gescheiden zouden worden. Dus dat die vrouw met twee kleine kinderen ook naar die
naar die Schouwburg moest gaan. Nou heb ik daarover wel nagedacht. Zal ik dat doen? Zal ik dat niet doen? Maar toen dacht ik, god, ze hebben dat adres in de Tuchelaarberg. Als ik het niet doe, laat ik het maar doen, niks aan te doen. En ik ben toen naar die mensen toegegaan en ik heb gezegd dat die man in de Schouwburg zat, want dat wisten ze niet. Die man kwam niet terug, maar de Duitsers hebben niet tegen die vrouw gezegd, we hebben je man naar de Schouwburg gebracht. Dus, en die vrouw met de kinderen zijn inderdaad toen ook naar de Schouwburg gekomen. En achteraf bekeken, denk ik wel eens, had ik niet moeten doen. Maar ik geloof niet dat dat enige invloed gehad zou hebben. Die vrouw was toch naar de Schouwburg gegaan. Al toen ze gehoord dat de man daar was. Ja. En zag je ook transporten aankomen in de Schouwburg en vertrekken? Ja, ja. Werd dan de buurt vertrekken afgesneden? Vertrekken niet. De buurt werd sowieso afgesneden. Nee, bovendien was het zo, na achter mochten Joden niet meer op straat. Nee. Dus die waren er niet. En de meeste niet-Joden die daar woonden, nou, die gingen ook niet zo uit. Er was niet veel zoveel uit te gaan. Dus die straten waren stil. Of die buurt was afgezet, denk ik wel. Maar ik weet het niet, want ik zat in de Schouwburg. Je vertelde een keer ook aan mij dat als er niet genoeg mensen waren voor een transport, dat ze dan ook hier in de buurt nog huizen langs gingen alsnog mensen. Ja, dat is bij ons ettelijk. Wij woonden in hetzelfde blok als de Schouwburg. Wij woonden op de plantage Marga. En dan kwamen, nou, ik weet niet, ik heb het geteld, maar 19 keer kwamen ze dan bij ons. En dan werd er aangebeld. Ik maakte altijd open, want ik dacht dat ze niet, als ik niet open maak, trappen ze de deur in. En dat gebeurde ook. En dan zei ik dus van, nou, jullie kunnen mij niet meenemen, want ik heb die sperren. En soms heeft dat gewerkt. Ik ben één keer ook naar de centraalstellen gebracht met mijn vader. Gelukkig, mijn zuster die was verstopt en mijn moeder die was in een dergelijke toestand dat ze wel begrepen dat ze die niet konden meenemen. En dat was Nederlandse politie en die waren in het begin, waren ze heel moeilijk. Daarna zijn ze bijgedraaid. Ik was jong en dat speelde een heleboel. Als het nu was gebeurd, hadden ze geen rekening meer met mij gehouden. En nou, die mensen die hebben mij toen naar die, dat heet een overvalwagen, met mijn vader gebracht. En vandaar ben ik naar het Adema van Scheltema gebracht. En doordat ik die baan had bij de Joodse Raad, kende mij degene die de bemiddeling voerde op de centraalstellen met de Duitsers. En ofschoon ik te laat aankwam, had hij mijn naam daar al doorgegeven. En was ik al vrijgesteld. Dus toen ik daar kwam, was ik vrijgesteld. Maar degene die met die ellendige auto met mij samen daar naartoe gebracht werden, niet. En dat was ook geen pleziergevoel. Ik bedoel, ze hadden er niets aan gehad als ik ook getransporteerd was. Maar het was voor mij toch een akelig gevoel om te zien al die arme mensen. En het waren dikwijls oude mensen die wagen ingesmeten werden. Want ik was jong en mijn vader was ook nog niet zo oud. Wij konden dat klimmen. Maar dat was heel hoog. Die overvalwagen, dat was dicht. En dan moesten we overheen. Om in die, nou, ik kon dat nog. Maar de meeste mensen konden dat niet. En die werden door de Duitsers gewoon opgetild en hup, in die wagen gesmeed. Dat was verschrikkelijk. En de mensen kregen zenuwen toevallen en die huilden. En dat was verschrikkelijk. Vreselijk. Zag je, hè, want er was bewaking bij de Hollandse Schouwburg. Had je daar ook mee te maken? Nee. Ik werd toegelaten, ze waren blij als er nog een eentje erbij was. Maar nee, ik had daar niets mee te maken. Zijn er beelden die echt bijstaan van, zeg maar, deze buurt, die zo op je net gegrift zijn? Nou, wat er gebeurd is daar op die brug van de Nieuwe Keizersgracht. Dat zie ik nog voor me, hoe die lui daar kwamen en ze beetpakten en ze wegsmeten. In mei 1943 krijgt de Joodse Raad te horen dat een deel van hun medewerkers, mensen die een Joodse raadsperre hadden, op transport moeten. Zo'n 7000. Hoe kwam dat bericht bij jullie binnen? Nou, dat was een verschrikkelijk bericht natuurlijk. Dat was de Joodse Raad was een enorm apparaat. Ik weet niet precies, maar er waren nog
Ik denk dat er 15.000 mensen waren. Zoals gezegd, door dat bewind van zoveel mogelijk mensen. En het was ook een heel groot apparaat, want het beheerste de hele... Alles wat er overgebleven was van de Joden in Amsterdam, werd beheerst door de Joodse Raad. Er was van alles, sociale, culturele toestanden enzovoort. En dat was verschrikkelijk. En toen heb ik ook gezegd, en er waren heel veel, dat hadden de voorzitters niet mogen accepteren. Toen hadden ze moeten zeggen, doe het nou maar verder zelf. Het had geen verschil gemaakt hoor, dat niet. Maar dat hadden ze niet moeten doen. En dat vond ik toen ook, zoals ik in het begin de Joodse Raad altijd verdedigd heb, vond ik dat op dat ogenblik, en eigenlijk al dat eerder, op het ogenblik dat de Joodse Raad gezegd had, begonnen is over de deportatie, heb ik tegen mijn zwager, die toen algemeen secretaris was van de Joodse Raad, gezegd, hiermee moeten jullie ophouden. Hiermee moeten jullie ophouden. Want je daar moeten jullie niet aan meewerken. Het gebeurt toch, ik begrijp wel dat het toch gebeurt, maar dan hebben wij het tenminste niet gedaan. Ja. Nou heeft dat, wat wij gedaan hebben, ook niet zoveel invloed gehad hoor. Het had toch gebeurd. Ja. Nou, je beschrijft in je boek dat er mensen huilden, mensen waren verscheurd. Ja. Zeg maar een duivels dilemma waar je dan in zit. Was er een keuze? Was er een keuze om te zeggen, nee, ik doe het niet? Ja, theoretisch bestond dat wel. Maar zoals gezegd, mij hebben ze ook wel gezegd, als je er dan achteraf natuurlijk, als je er dan zo tegen was, waarom ben je niet weggegaan? Ten eerste was ik dan niet gesperd. En mijn ouders en mijn zusters waren ook niet gesperd. Daar begon het mee. Bovendien, ik verdiende daar geld. Ik was een secretaresse. Ik kon nergens een andere baan krijgen. Joodse zaken bestonden niet meer, advocaten bestonden niet meer, doktoren bestonden niet meer. In een niet-Joodse bedrijf was het verboden om mij te nemen. Dus ik was daar zonder. Mijn ouders waren in een behoorlijke toestand en mijn vader is dus ook ontslagen bij het bedrijf waar hij werkte. Maar blijkbaar had hij nog wel geld. Ik heb nooit mijn salaris hoeven af te staan. Het is niet eens bij me opgekomen dat ik mijn salaris hoefde af te staan. Maar toen heb ik mijn salaris wel afgestaan. Want mijn vader verdiende officieel 250 gulden, geloof ik. En de rest ging naar Liebman Rosenthal. Dus mijn ouders hadden, nou, ik dacht, ik bedoel, het was achteraf, was het niet precies zo, maar dat wist ik niet. Dacht ik, mijn ouders hebben dat salaris van mij nodig. En dat heb ik dus ook afgestaan. Dus het viel mij niet. Ik dacht, ik ben niet in een positie dat ik me kan permitteren om weg te gaan. En de meeste mensen waren niet in een dergelijke positie. Er was één meneer, die is later rechter geworden, dat was meester Kies. Die heeft gezegd, die was lid van de Joodse Raad, die heeft gezegd, ik doe niet meer mee. En die is ondergedoken. Maar ja, die man die kon zich dat permitteren. Ik dacht dat onderduiken, dat het geld verbonden was. En ik dacht dat mijn ouders daar niet genoeg geld voor hadden. Bovendien was ik zelf... Ja, ik was niet tegen onderduiken, maar ik dacht, ik ben daar niet geschikt voor. Ik deed het daar niet voor. Maar zoals gezegd, ik heb er wel over gedacht om weg te gaan, maar ik dacht, ik kan mij dat niet permitteren. En zo waren de meesten waren zo, die konden niet weg. Misschien voor het publiek even dat je heel kort kunt uitleggen wat de Joodse Raad nou eigenlijk werd opgedragen te doen. Alle maatregelen die de Duitsers van plan waren uit te voeren, die werden doorgegeven aan de voorzitters Cohen en Asser van de Joodse Raad. En die werden verplicht gesteld om dat aan de Joodse gemeenschap door te geven. Dat was de taak en dat was in heel Europa zo. Ja, en die 7000 namen... Hoe ging dat dan? Ja, dat was natuurlijk... Wij moesten lijsten maken van de mensen die wij vonden dat daarvoor in aanmerking kwamen. En alle afdelingen van de Joodse Raad moesten een lijst indienen van degene waarvan ze dachten dat die... Nou, die moeten dan maar weg. En al die mensen, die hebben geprobeerd zo weinig mogelijk mensen weg te sturen, die hebben gedacht, dat is een meneer die werkt bij de culturele afdeling, maar hij werkt ook bij de sociale afdeling. En die sociale afdeling die zal hem wel zo belangrijk vinden dat ze hem houden, dus kunnen wij hem schrappen.
Daardoor, dat is een beetje een ingewikkelde manier van denken. Maar daardoor werd het getal van 7000 absoluut niet bereikt. Want de ene die hem spaarde, die hem opgaf, die werd door de ander gespaard. Dus die 7000 werden absoluut niet bereikt. En op een bepaald ogenblik, dat beschrijf ik ook ergens, is er een van die mensen die lijsten moest maken. En die zegt, ik verdom het verder. Ik doe het niet meer verder. Dat kan ik niet doen. Die mensen moesten adressen opgeven van hun ouders, van hun kinderen, van hun familie. En die zeiden, dat doe ik niet meer. En toen is professor Cohen bij ons in die kamer gekomen waar wij zaten. Ik heb geen lijsten gemaakt. Ik heb nooit lijsten gemaakt. Want ik was secretaresse en ik heb anderen moeten helpen bij tellen enzovoort. Maar wat ik gedaan heb was precies hetzelfde alsof ik lijsten had gemaakt. Het was ook medewerken. Alleen ik kon dat gewoon van het begin af aan heb ik dat niet gekund. Om die adressen te tikken van mensen waarvan ik dacht dat ze weg moesten. Maar wat ik wel gedaan heb, dat was dan een kaartsysteem bijhouden of tellen. Op het laatst moest ik tellen bij een accountant, klopte niets van. Dat begreep ik ook wel, omdat ik heb geprobeerd het duidelijk te maken. Dat getal werd niet bereikt. Dus op een bepaald ogenblik kwam professor Cohen en die meneer die had gezegd, ik ga niet meer verder. En toen heeft professor Cohen gezegd, ja, we moeten dat nou eenmaal doen. Nou, toen zijn we doorgegaan. Maar die lijsten waren niet voldoende en de Duitsers begrepen dat ook. En die hebben de lijsten naast zich neergelegd en die zijn met de auto's gekomen en hebben een razzia gehouden en hebben de mensen uit hun huizen gehaald. Dus achteraf bekeken hebben die lijsten en die hele dilemma van lijsten tikken enzovoort en namen geven, heeft geen enkele invloed gehad. Want David Cohen die dacht, als ik niet meewerk, dan wordt het nog erger. Ja, ja. En dat is een bekende uitspraak van om erger te voorkomen. Wat hij dus in het Joodse Weekblad altijd gezegd heeft. En ik heb toen ook gezegd, ja, om erger te voorkomen, het is moeilijk om te weten hoe erger nog het kan zijn. Ja. Uiteindelijk worden jullie ook als gezin opgepakt? Nou, we zijn niet helemaal als gezin. Mijn moeder, mijn vader en mijn zuster zijn bij de razzia van mij opgepakt. En ik ben toen ontsnapt. Mijn moeder was in het ziekenhuis. Die moest een operatie hebben. En die was in het Joodse ziekenhuis en dat was vlakbij ons. Dat was op de Nieuwe Keizersgracht. En ik zei tegen mijn vader, toen die luidsprekers kwamen met de Joden moeten thuis blijven, ze worden gehaald, heb ik tegen mijn vader gezegd, laten we naar het ziekenhuis gaan. Daar zijn we tenminste samen. Want dat was dan nog altijd die illusie. En mijn vader zei, we mogen niet op straat. Nou, vond ik toen verschrikkelijk, maar goed, was mijn vader, kon er niks aan doen, en mijn zuster. En ik ben toen wel naar het ziekenhuis gegaan. En daar heb ik geluk gehad, je moet ook af en toe geluk hebben. Ik was daar in het ziekenhuis en ik wou bij mijn moeder, maar dat kon niet, want mijn moeder die was al in de operatiekamer. En toen wilde ik dus weggaan en ik wilde weg en ik wist niet precies of ik naar huis zou gaan of dat ik naar de Joodse Raad, die een eindje verder was, zou gaan. Maar ik dacht, ik ga naar de Joodse Raad, dat was mijn werk. En daar komt een Duitser, een SS-man, naar me toe. En die zegt, waar ga je naartoe? Ik zeg, ik ga naar mijn werk. Dan gaan we samen. En die man heeft mij meegenomen. En ik ben niet opgepakt, want ik liep daar met die SS-man. Hij heeft zelfs nog voor me aangebeld. Ja. En dan ben ik toen, daardoor ben ik dus op dat kantoor terechtgekomen. En daar kwamen de Duitsers ook. Maar daar waren de voorzitters en die hebben gezegd, wij zijn de voorzitters van de Joodse Raad. En wat wij doen is zo belangrijk. En die zijn naar weggegaan, die hebben niemand meegenomen. Maar intussen is mijn vader en mijn zuster zijn naar Westerbork getransporteerd. En ik dus niet. En mijn moeder ook niet, die was in het ziekenhuis. En ik ben toen verhuisd naar de Muidergracht, was ook een Joodse wijk, maar ik ben toen naar Oost verhuisd. Daar moest ik verhuizen. Daar heb ik 10 dagen gewoond. En toen is de razzia van 20 juni gekomen. 20 juni, ja. En daar ben ik wel opgepakt. En dat is ook onvoorstelbaar, want toen ben ik ook weggelopen. En toen liep ik daar op straat en daar komt een SS'er naar me toe, die pakt me bij de arm en die zegt, Miet. En dat is toch ook onvoorstelbaar. Je loopt op straat, het was op een zondagochtend, er waren bij heel weinig mensen op straat. Je loopt op straat, daar komt een of andere kerel naar je toe, die zegt Miet en je komt nooit meer naar huis.
Dus dat achteraf bedenk ik, hoe kon dat gebeuren? En toen ben je vandaar... En toen ben ik vandaar naar Westerbork gegaan. Ja. En daar waren je vader en je zus nog. Ja. En je moeder. En mijn moeder is ontslagen uit het ziekenhuis. En die is terechtgekomen bij mijn schoonouders. Want mijn schoonouders waren vergeten. Bij de razzia van mij zijn ze bij mijn schoonouders gekomen. En hebben gezegd, je krijgt 10 minuten om je klaar te maken. We komen je halen. En dat hebben ze vergeten. Die waren er dus. En daar is mijn moeder toen naartoe gekomen. En op de 29e september, toen het hele Amsterdamse Jodendom geliquideerd is, is mijn moeder samen met mijn schoonouders naar Westerbork gekomen. En in Westerbork kreeg je te horen dat jullie naar Bergen-Belsen, want jullie hadden Palestina-papieren. Ja. Maar dat was pas... We waren een paar maanden in Westerbork en toen kwam het verhaal van die Palestina-brieven die vanuit Genève verstuurd werden. Nou, ik had een certificaat, zoals dat heette. Dat was een visum voor permanent resident in. Maar mijn ouders waren Zionisten en die waren op die lijst geplaatst omdat zij bekend waren in Palestina. En dat niet alleen, maar mijn aanstaande man, die zat in Palestina en die heeft natuurlijk hun namen opgegeven toen bekend werd dat er een mogelijkheid kwam voor uitwisseling. En mijn ouders hadden dus de goede papieren en ik ook. En door een of andere speling van het lot zijn wij samen op de eerste lijst gekomen. En hoe die eerste lijst is samengesteld, want er waren duizenden mensen in Bergen-Belsen die diezelfde papieren hadden als wij. Er is een lijst uitgezocht van 220, 230, iets dergelijks. En hoe die lijst is samengesteld, daar is niemand ooit achter kunnen komen. Dat hebben ze geprobeerd te weten te komen, en in Londen en in Parijs. En het is niet gelukt. Ze weten niet hoe die lijst tot stand is gekomen. Maar het was stom gelukt dat wij daar met z'n vieren op stonden. En dat is dan, zeg maar, de lijst van dat transport 222? Ja. Maar ik wil nog heel even terug naar Bergen-Belsen. Jullie gaan van Westerbork naar Bergen-Belsen. Kun je een beschrijving geven van dat kamp? Ja, dat was een... Kijk, wij waren in Westerbork. Dat was ook geen zomerverblijf. Maar op een of andere manier konden we ons daar aanpassen. Dat wil zeggen wij. De meeste mensen. Maar het enige was... Die dinsdag dat die trein wegging, dat was het verschrikkelijkste. Om daar te zijn was geen plezier en er was ook niet genoeg eten. Maar het was al niet zo verschrikkelijk. Bovendien wisten niet wat wel verschrikkelijk was. En toen wij in Bergen-Belsen kwamen, al bij de aankomst stonden daar aan de kade waar we uitstappen, stonden daar SS-mensen met honden. En ik riep raus, raus, eruit. Nou, toen begrepen we wel dat het geen pleziertje was. En toen, wij waren jong en wij moesten toen lopen naar dat kamp van het stationnetje waar we kwamen. En daar kwamen we langs ophaalbrug. Hoe noem je dat, ophaalbrug? Ja, van het ene ophaalbrug in het andere. En we zagen daar verschrikkelijk uitgemergelde mensen die daar werkten. En toen begrepen we wel dat de belofte van, dat is een kamp. En ze hadden verteld, het staat onder het Rode Kruis, dat het allemaal niet was. En dat was het ook niet. En van het begin af aan, we hebben daar urenlang eerst gestaan. We werden niet geslagen, dat niet. Maar we werden wel aangebruld. En dan werden we naar barakken gebracht die nog in veel slechtere toestand waren dan de barak waarin ik in Westerbork was. En ik was in een hele slechte barak, want ik was in een barak van 1000 mensen. Dus dat was allemaal ook niet zo best, maar daar was het nog veel erger. En het eten was er niet, en dat waren sadisten. Dat is onbeschrijfelijk. Dat is werkelijk onbeschrijfelijk. Daar kwamen, die stond daar urenlang op appel, wat onzin was, want niemand kon ontsnappen. En als die getallen niet knopten, dan lieten ze ons maar rustig staan. En dat niet alleen, wij waren allemaal uitgemergeld werkelijk. En ik bedoel, ik was nog niet eens in zo'n erge toestand, maar die mannen die gewend waren om behoorlijk te eten, die zagen eruit als skeletten werkelijk.
En die stonden daar dan en dan kwam daar de kerel die het appel afnam. En die, dat waren honden. En dan gaf hij die honden gaf hij vlees te eten. En daar stonden al die mensen uitgehongerd daarna te kijken hoe de honden eten kregen. Dat waren ellendelingen, allemaal. En moest je daar werken? Ik was benoemd tot assistent barakleidering, barakleidster. En ik weet helemaal niet hoe kom ik dit. Ik was naïef, ik wist helemaal niet hoe je connecties moest aanbrengen met de leiding. Maar er waren Duitse Joden en die SS'ers hadden het. Die waren veel bereid om te spreken met Duitse Joden dan met Nederlandse Joden. En een van die meneren, die komt van die Joodse meneer, die kende, dat was de man van de gymnastieklerares in Westerbork. En die komt naar me toe en die zegt: jij bent de assistente van mijn vrouw, die barakleidster is. En zo ben ik dus assistente geworden. En dat was ook een baan hoor, want ik moest lijsten brengen en ik moest eten uitdelen. En dat was helemaal niet zo gemakkelijk, want er was veel te weinig eten. En alle mensen die zeiden, je doet het niet goed. En die krijgt meer dan ik krijg enzovoort. Dat was ook niet zo makkelijk. Maar goed, dat heb ik dan gedaan. En, dat was al een heel moeilijk bestaan daar. En ik had ook last van de honger hoor, want iedereen sprak over eten. Het was een obsessie. Iedereen sprak over eten. De soep is nou dit en de soep is nou dat. Je vond alles wat je kreeg, vond je lekker. Het was verschrikkelijk eten. Soms was het half bedorven, maar we vonden het allemaal lekker. En wat hield je op de been daar? Ten eerste was er heel veel kameraadschap. Dat was er. En mij hield op de been dat ik dacht, ik ben gezond en ik ben jong. Ik kom er op een of andere manier weer doorheen. En dan kom ik naar Palestina, naar mijn verloofde. En dat is inderdaad gebeurd. Tegen alle verwachtingen in. Want ik heb ook dikwijls gedacht van, dat overleef ik niet. Daar moet ik me geen illusies over maken. Dat gebeurt niet. Want je schreef ook in Bergen-Belsen. Ja, en dat was achteraf was dat heel dom wat ik gedaan heb. Heel dom. Ik schreef en als die kerels dat in de gaten gehad zouden hebben, dan had ik hier niet gezeten. En dat niet alleen, maar wat ik geschreven heb, een bepaald ogenblik kwam dat wij uitgewisseld zouden worden. En toen, en dat was van de ene dag op de andere. En toen hebben de Duitsers daar gezeten en ieder stukje bagage werd onderzocht. En mijn bagage werd dus ook onderzocht. En daar zaten twee schriften in waarin ik nog verder geschreven had. En ik heb die schriften heb ik genomen, die heb ik in een camisootje of hemdje heb ik die gewikkeld. En die heb ik over de afscheiding gegooid waar de stukken lagen die al onderzocht waren. Nou, als ik achteraf bedenk hoe gevaarlijk dat geweest is. Want als ze dat gezien hadden, dan had ik hier niet gezeten hoor. Maar dat hebben we dus niet gezien en ik heb die brieven meegenomen. En ik heb die andere brieven die ik in Amsterdam had geschreven. En daar was het niet zo moeilijk om ze eruit te smokkelen. Die waren verborgen ergens. En die heb ik later teruggekregen en die heb ik in een kast gelegd. En ik heb er niet meer aan gedacht. En niemand heeft dat geloofd. En dat mijn voornemen om het later, want daarom had ik die brieven geschreven, dat ik dat aan mijn verloofde allemaal zou vertellen wat er in Nederland gebeurde, dat heb ik. Daar heb ik me voorgenomen toen we in de trein zaten bij de uitwisseling. Heb ik gezegd, ik doe dat niet, ik ga hem niet alles vertellen. Het zijn verschrikkelijke verhalen en we beginnen nu opnieuw. En ik heb het ook niet gedaan. Je had het al even over de uitwisseling. Met wie werd je uitgewisseld? Ik weet niet of het publiek dat weet. Maar zou je daar iets over kunnen vertellen, hoe dat ging? Er waren in Israël, in Palestina, waren tempeliers. Tempeliers, dat was een Duitse secte. Die vonden dat ze in het Heilige Land moesten wonen. En die waren al enige generaties land in Palestina. Maar toen Hitler aan de orde, en die waren heel positief. Die hebben heel veel positieve dingen gedaan. Je hebt in Jeruzalem nog de Duitse kolonie. Je hebt in waar nu de regeringsbureau in Tel Aviv zitten. Daar zaten ook tempeliers en ergens anders in Nazareth zaten ook de tempeliers. En in het begin waren die heel positief, maar toen Hitler aan de macht kwam, toen zijn ze nazi's geworden en hele vurige nazi's.
En die mannen, die wilden dus naar het vaderland om mee te vechten tegen de geallieerden. En de Duitsers wilden die mensen graag hebben. Want dat waren soldaten, die konden soldaten zijn. En die waren dus geïnteresseerd om mensen. En de Engelsen hadden mensen met Palestijnse paspoorten die in Europa waren blijven steken, omdat ze voor de oorlog hun familie in Europa wilden bezoeken of omdat ze Palestina wilden verlaten, maar die hadden Palestijnse passen. En Engeland, nou, die was nou niet zo verschrikkelijk bij geïnteresseerd bij die mensen, want dat waren Joden, dat waren geen echte Palestijnen. Maar die hebben dan tenslotte toegestemd in een uitwisseling. Maar nu was het zo dat die Engelsen, die mensen die Engelse Palestijnse, Palestinensische paspoorten hadden, voor een gedeelte al vermoord waren. En dat aantal moest kloppen met het aantal Duitse tempeliers die naar Duitsland wilden. En als aanvulling van de te weinige Engelsen hebben ze toen die Zionisten genomen. En dat waren wij. Ik geloof ook dat het duidelijk genoeg is. Ja, ja, het is allemaal nog een ingewikkeld, maar zo was het. Maar jullie gingen dus als heel gezin. Ja, en dat was ook een wonder. Want er zijn gevallen geweest waar de zoon wel is gegaan en de moeder niet en omgekeerd. Want hoe waren je ouders? Maar daar konden wij niets aan doen. Nee, maar hoe waren je ouders eraan toe? Nou, mijn ouders hebben zich buitengewoon gedragen. Mijn vader, die was dus ook, die was sociaal altijd bezig. En die was ook in Westerbork niet, maar in Bergen-Belsen was hij ook. Heeft hij brood uitgedeeld en hij heeft een van de nieuwe mensen bezocht. En die heeft zich buitengewoon gehouden. En mijn moeder, die na die operatie was, en dat was een borstoperatie, zonder bestraling, zonder iets verder, hup, naar mijn schoonouders. En vandaar via Westerbork naar Bergen-Belsen. Die was in een slechte toek. Mijn zuster, die was jonger dan ik. En die was een heel mooi meisje, een blond meisje. En die werkte in de keuken bij de SS in Bergen-Belsen. En die chef-kok, die was een beetje verliefd op haar. En die heeft er werkelijk eten toegestopt. Ze mocht geen eten meer terugnemen, maar ze heeft ook wel een stiekem eten meegenomen. En geluk gehad dat ze niet verzacht is. En ik heb het ook nou eigenlijk verder vertellen. Nee, ik vroeg hoe je ouders eraan ja, toe waren. En mijn moeder, die heeft in de rij gestaan om het brood van zijn te krijgen voor mijn zuster, die pas 's avonds heel laat terugkwam en 's ochtends om 5:30 alweer moest gaan werken. Die hebben zich buitengewoon gehouden. Er waren mensen die kapot gingen, maar mijn ouders, ik moet zeggen, die hebben zich buitengewoon goed gehouden. Jullie gaan dan met dat transport naar Palestina. Daar ontmoet je Leo weer. Hoe was dat weer? Dat was ook een heel bijzonder geval. Het was zo, wij kwamen naar Palestina. En ik stond niet op de lijst. Ik stond niet op de lijst van de mensen die uitgewisseld werden. Dat was ook een bijzonder geval. Het was namelijk zo, toen naar Bergen-Belsen een commissie uit Berlijn kwam om die lijst voor te lezen, stond ik niet op die lijst. Maar mijn ouders en mijn zuster wel. En ik ben toen naar de mensen toegegaan, dat is mijn redding geweest, want ze hadden altijd het principe van de gezinnen moeten bij elkaar blijven. En ik heb dus gezegd, ik hoor ook bij het gezin dat daar staat. En toen heeft hij gezegd, ga er maar bij staan. Wanneer ben je geboren, hoe heet je, enzovoort. En zo ben ik erbij gekomen. En daardoor, waarschijnlijk, stond ik niet op die lijst die in Palestina terecht is gekomen. Dus ik stond daar niet op. En mijn verloofde was natuurlijk verschrikkelijk upset. Dat de familie, de rest van de familie en ik niet. En niemand mocht bij de. Wij zijn toen naar Haifa gebracht. We zijn hier binnengereden via Syrië en Libanon naar Ghouta Nekra. Ras en Nakoura heette dat. En daar zijn we naar Haifa gebracht. En niemand mocht daarbij, want de Britten waren bang dat er spionnen zouden zijn. Dus dat was helemaal afgezet, behalve de voorzitter van de Nederlandse Vereniging, mevrouw De Leeuw.
En iemand van de Jewish Agency, verder mocht er niemand naartoe. En ze hebben ons naar een kamp gebracht, een Engelse interneringskamp, uit de angst dat er spionnen zouden zijn. En we rijden met die bus daar naartoe en die bus staat even stil. En daar staat een meneer verschrikkelijk te huilen, die het blijkbaar gelukt was om tot daar door te dringen. En die vraagt of we het nodig hebben. Nee, we hebben niks nodig, we hebben alles. Maar ik zeg tegen die meneer, want ik wist niet dat het algemeen bekend was dat het transport zou komen en dat het in alle kranten gestaan had en dat ik niet op die lijst kwam, dat wist ik allemaal niet. Dus ik zeg tegen die meneer, ik weet niet of mijn verloofde weet dat ik aangekomen ben en misschien wilt u hem dat berichten. En het was er nog maar een kleine groep Joden die in Palestina waren en hij vraagt, hoe heet je verloofde dan? Ik zeg, dat is Leo Bolle, die woont in Kibbutz Yavne. Oh, zegt hij, die ken ik. Want mijn dochter is ook een kibbutz Yavne. En hij heeft toen een briefkaart geschreven naar kibbutz Yavne om te vertellen dat ik daar was. Die mensen die in kibbutz Yavne waren, hadden geen telefoon. Het secretariat had telefoon, maar hij heeft toen blijkbaar een briefkaart geschreven. Maar mijn man was niet, mijn aanstaande man, was niet in kibbutz Yavne. Want de kibbutzleden die hadden gedacht, die man die is zo ondersteboven, die sturen we weg. Er is een conferentie over de opvoeding in kibbutzim en daar sturen we hem naartoe. En daar is hij ook naartoe gegaan. Maar zijn hoofd stond niet naar die referaten en hij is daar gaan wandelen. En toen is die meneer van de Jewish Agency, die is gekomen, speciaal om te vertellen dat ik wel gekomen was, want die had mij gezien in Haifa. Maar Leo Wolle was er niet. Maar er was wel een ander lid van de kibbutz. En die heeft het dan verteld. En hij rijdt terug naar de kibbutz met mijn verloofde. En hij vertelt, Mirjam is wel gekomen. Ja, zegt mijn man, ik kan het. Nou begrijp ik er helemaal niks meer van. Maar toen hij in de kibbutz terugkwam, lag daar die briefkaart van die meneer die mij gezien had. En toen heeft hij natuurlijk wel geloofd. En is hij naar Atlit gekomen, waar na 3 dagen... Ik werd vrijgelaten, niet alleen ik, de mensen werden vrijgelaten. En daar heb ik mijn man toen ontmoet. En jullie zijn getrouwd? En we zijn getrouwd. Hoe was het in Palestina? Kijk, wij kwamen uit een uitgehongerde toestand en wij vonden het allemaal. Maar het was ook nog heel armoedig. Maar het enige was, het was allemaal ons, wij. En we waren allemaal nogal armoedig. Ik kan u vertellen, wij hadden vrienden. Die man was directeur van Tenuva. Tenuva, dat is de zuivelafdeling van de toenmalige Palestina. Die man had geleerd in Wageningen, had die zuivel geleerd, en die had een hele goede positie. En mijn man kreeg een baantje in Jeruzalem, toen we uit de kibbutz waren al. Maar de Engelsen betaalden pas na 3 maanden. Dus we hadden helemaal niks, maar er was ook niet zoveel te krijgen. Want het was het beleg van Jeruzalem. En Jeruzalem was ook in een verschrikkelijke toestand. In de winkels was niets te krijgen. Maar ik had een zoontje van 1,5 jaar en dan ben ik mee naar Jeruzalem gekomen. En dat kind kreeg van de kibbutz bijna geen kleren meer. Want de kibbutz had dat zelf ook niet, daar waren geen warme kleren. En het was een koude winter, we zijn in oktober gekomen. En ik wou voor dat jongetje, er was uitverkoop en dan kon ik voor 1,5 Engels pond kon ik een heel mooi ratinee-jasje krijgen. Maar ik had geen 1,5 pond. En toen ben ik naar die meneer gegaan die de directeur was van Tenuva, maar dat was eind december. En heb gezegd, kun je me 1,5 pond lenen? Na 3 maanden krijg ik weer geld, dan kan ik het terugbetalen. Hij had het niet. Ja, het was niet zo dat hij het niet wilde betalen. Ze hadden het niet. Het was het eind van de maand. Hun salaris was ook op. Ik heb op een of andere manier dat jasje toch, ik weet niet meer precies hoe, toch kunnen kopen. En ja, 2 andere kinderen hebben er ook nog rondgelopen. Ik geef je even wat water. Ja. Je zei het al even, dat jij en Leo eigenlijk bijna niet over die oorlog hier, over de bezetting en wat er gebeurd is, hebben gesproken. Hebben jullie wel een beetje er? Nou, in het begin heb ik er wel over gesproken, want zijn familie was er ook. Ja. En heb ik verteld wat er met zijn familie was en waar ze waren en zo. Maar verder niet. Nee.
En hij wilde daar eigenlijk ook niet zoveel over horen, moet ik zeggen. Want hij zei de hele tijd van, het is fout geweest, jullie hadden... Daarna, na de oorlog, toen gebleken is dat het overal op dezelfde manier is geweest, toen is hij een beetje bijgedraaid. Maar daarvoor... Maar zoals gezegd, ik wilde ook niet... Ik heb hem verteld wat er met zijn familie was en die waren in een heel slechte toestand. En dat was het meer niet. En op welke manier werkt de oorlog bij jou door? Ik zal je zeggen, ik heb over de oorlog jarenlang echt niet meer gedacht. Wij moesten opnieuw beginnen. Ik ben naar Palestina gekomen zonder een sou. Mijn man had ook niks. We moesten, in het begin hadden wij problemen met de Engelsen. Er werd geschoten. Ieder ogenblik was de curfew. Zoals gezegd, wij hadden zoveel zorgen. Niet alleen maar zorgen. Wij hadden ook hele prettige dingen. Dat is zeker. Dat we getrouwd zijn en dat we kinderen kregen enzovoort. Dat was allemaal heel gelukkig. Maar wij hadden een hoop wat ons bezig hield. En ik heb het ook officieel min of meer van me afgezet. Maar daarna heb ik er echt niet meer aan gedacht. Maar het was zo, mijn zuster, die was in de kibbutz. En die heeft het er wel over gehad. Ook met haar kinderen. En die heeft ieder jaar in de school in de kibbutz verteld wat wij gedaan hebben met Pesach, met Pasen in Bergen-Belsen en ook in Westerbork. En ze vertelt mij dat. Ik zeg, ja, het is wel aardig wat je daar vertelt, maar ik geloof dat je vergist dat niet juist is. En toen dacht ik heb dat toch ergens opgeschreven. Dat moet ik op een of andere manier weten te vinden. En dat heb ik ook gevonden. En dat heb ik er gestuurd. Ze heeft het vertaald, want die kinderen kenden. Het was allemaal in het Nederlands. Ik schrijf aan mijn verloofde niet in het Hebreeuws. Ik kende ook nauwelijks nog Hebreeuws. Ik kende wel een beetje Hebreeuws. In ieder geval, toen hebben die kinderen gezegd, als Mirjam dat geschreven heeft, dan willen we ook de rest weten. En toen ben ik in die brieven gaan kijken en ik dacht, ik kan ze niet weggooien, want het is toch op een of andere manier een historisch verhaal. En ik heb die brieven toen gestuurd naar het NIOD. En die hebben het gepubliceerd. En toen is het ook in de... Het heeft wel succes gehad. Het is in het Frans, in het Duits, in het Scandinavisch, in het Hebreeuws, in het Engels is het vertaald. En ik ben zelfs in Berlijn ervoor geweest. Ik heb me het voorgenomen nooit meer naartoe te gaan. Toen wel. Ja, en ik heb het, daar heb ik nog altijd plezier van. Ik moest toen ook iets zeggen. En toen heb ik gezegd, toen ik die brief schreef, had ik niet kunnen denken dat ik ooit nog eens naar Berlijn zou worden uitgenodigd. De toestanden lagen toen anders. En dan ben ik nog altijd blij dat ik dat zo gezegd heb. Ik heb een laatste vraag voor je. We bevinden ons nu in het Holocaust Museum. En zoals je weet was dit de voormalige kweekschool. Wat betekent het voor jou om hier te zijn? Nou, ik zal je zeggen, ik had met dit, met die kweekschool en met de crèche, had ik niet veel contact. Waar ik zat, dat was in de Schouwburg. Ja. En daar heb ik nog altijd. Ik ben daar nog één keer geweest. En dat zag er toen toch heel anders uit natuurlijk. Dan enzovoort. Maar wat ik wel gedaan heb, ik ben gaan kijken naar de achterkant van waar wij woonden. Ja. En dat heb ik toen ook gedaan. En dat dacht ik ook van, ik heb toch wel geluk gehad dat ik op die manier eruit gekomen ben. Ja. Maar hier heb ik heel weinig contact mee gehad. Maar hoe belangrijk is het voor jou omdat wij nu een nationaal Holocaust hebben? Buitengewoon. Ik vind wat jullie doen is buitengewoon. Ik hoor daar af en toe, hoor ik daarover. Ik ben er ook lid van, maar ik vertelde juist, ik betaal niet. Ik wil de hele tijd betalen, maar niemand laat mij betalen. Ik krijg nooit een aankondiging dat ik moet betalen. Nee, ik vind het buitengewoon wat jullie doen. Ik heb contact gehad ook met Hattie Berg en met Joël Kahn. En zoals gezegd, ik vind het buitengewoon wat jullie doen. En ik kijk ook op de website en ik krijg ook jullie berichten. En ik vind het ook heel belangrijk wat jullie doen natuurlijk. Mirjam, ik wil je heel erg bedanken dat je je verhaal met ons hebt willen delen.
Misschien heeft het publiek nog een vraag. Mag het wel? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik ga in verband met de Joodse Raad. Het is een beetje, het gaat me persoonlijk aan. Toen het niet-Joods personeel weg moest bij het Apeldoornse Bos, toen is er Joods personeel naartoe gegaan. Is dat via de Joodse Raad gegaan? Nee. Voor zover ik weet niet. Dat weet u niet? Nee. Nee, ik weet het niet. Een familielid van mij die was bij de Joodse, in het Apeldoornse Bos, die was de arts, maar die was Jood. En die is er niet naartoe gekomen omdat het niet-Joodse personeel weg moest. Maar ja, dat nee, weet ik vraag het omdat ja. mijn vader was architect hier in Amsterdam. Wij zijn als gezin toen daar, dat weet ik uit brieven hoor, want mijn ouders zijn niet teruggekomen. Maar als gezin daar gegaan, hebben we in een huisje gewoond en hij werd technisch opzichter. Dus was geen verpleging. Ik denk dat moet. En dan schrijft hij aan familie, direct na het leeghalen van het bos, schrijft hij een brief. Nou ja, het is leeggehaald. En dan moeten een paar mensen achterblijven voor de afwikkeling en overdracht van zaken, onbegrijpelijk. Maar de gebouwen waarschijnlijk. Ja, dokter Lofzijn, kantoorpersoneel, twee man van de keuken, technisch opzichter met gezinnen. Dus wij vieren, kan al zo. En dan schrijft hij. Voor hoe lang en zelfs waarheen we zullen vertrekken is niet met zekerheid bekend. Meest waarschijnlijk is dat we maandag of dinsdag naar Amsterdam zullen mogen vertrekken en ik daar een baan bij de JR zal krijgen. Dat is wat ik heb. Ja. Toen dacht ik, god, nu jullie lezing en u bent. Wie heeft dan geregeld dat daar allemaal mensen gingen werken? Want er moesten toch mensen gaan werken? Dat is voor zover ik weet niet wie de Joodse hebben. Nee, omdat hij juist omdat hij schrijft dat hij denkt dat hij dan weer een baan. Ja, nou goed, als hij terugkomt, dan is er alleen nog maar de Joodse Raad waar hij eventueel kan werken. Ja, ja. Er is niets anders meer. En die hadden hem ook aangenomen, want die was inmiddels waren daar weer het een en ander dus weggevoerd. En die waren blij geweest om hem weer aan te nemen. Ja. Maar er was niets anders. Nee. En doordat die lezing van u kwam, ben ik me dat ineens gaan afvragen. Ja, ik geloof hoe is dat niet. Geregeld? Ik geloof het niet. Nee. Nou ja, ze hebben nog zeven ik denk dat de Duitsers dat direct Westerbork geregeld. Gewoond, dus. Ik weet het niet hoor, maar ik denk het niet. Ik was er benieuwd naar. Ja. Dank u wel. Is er nog een vraag? Misschien kan die mevrouw bij nog jong vinden. Ja, vind ik eigenlijk. Maar het kwam ineens in me op deze week. Deze brief is zo schrijnend. Ja. Dat mensen moeten achterblijven om. Ja. Nou goed, dat is wat ze overal gedaan hebben. Ja, ook in het NIZ was veel meer personeel. Die hadden helemaal geen functie, maar die op papier. Maar hij had een functie. Ja. Maar er waren dus veel meer mensen vaak. En dat was bij het Apeldoornse Bos ook. Dus ja, mensen probeerden toch ergens een plekje te krijgen. Ik heb ook een eigen privé getinte vraag. Ik ben bezig met de reconstructie van het leven van de eerste man van mijn moeder. En die werkte bij het Comité voor Joodse Vluchtelingen. En die is later ook naar Westerbork gegaan en later naar Bergen-Belsen. Dus een hele weg die hij ook afgelegd heeft. En ik kan me voorstellen, ik heb nog nooit iemand ontmoet die hem mogelijk gekend heeft. En ik wilde eigenlijk vragen of ik na afloop even met u, ik heb een foto meegenomen of u hem kent. En hoe heet hij nu? Jules Loschinski. Ja. Mogen we het daar zo meteen lezen? Ja, ik heb hem wel gekend. Jules Loschinski heb ik gekend. Want er is en we hebben met elkaar gesproken. Maar verder kan ik u dat ook niet. Ik bedoel, ik spreek nu met u. Ja. Maar ik kan, als iemand naar vraagt, ja, je hebt meneer zus en zo gesproken, dan weet ik verder ook niks. Nee. Ik ken meneer Jules Loschinski, ik heb als gekend. Dat is een donkerman. Ja. Ja. Dat is het enige. Dat is het enige donkerman. Dat wist ik al. Wat zegt u? Dat wist ik al, een donkerman. Ja. Dat was een Duitse vluchteling, dacht ik. Nou, het ligt wat ingewikkelder. Hij is in Amsterdam geboren. Ja. Nou, dan is het dus opgegroeid niet zo. In Berlijn. En in 1937 naar Amsterdam terug. Ja, nou, wij noemden dat dus een Duitse vluchteling. U noemde in het begin Gertrud van Tijn even.
En zij was met u ook bij de uitwisseling naar Istanbul. Ja. Zij was een tante van mijn moeder. Ja. Kunt u nog iets meer over haar vertellen? Ja, ik kan een heleboel over haar vertellen. Zij was ook mijn bijzin. Het comité bestond uit Harry Eitje. Professor Cohen was de voorzitter. En Gertrude Fontijn. Gertrude Fontijn had in Engeland gewoond, die kende perfect Engels. En voor de oorlog werden er nog brieven geschreven naar Engeland. En die brieven die keerde ze mij. Want ze had een secretaresse, die kende niet voldoende Engels. Dus ik werkte ook bij mevrouw Fontijn. En mevrouw Fontijn, dat is ook degene die mij de ontmoeting heeft bezorgd met de voorzitter van de Joint, waar ik het over had in Den Haag. En mevrouw Fontijn was een hele clevere vrouw. Buitengewoon clevere vrouw. Maar het is niet aardig om het te zeggen. Mijn vader zei dat een intrigante. Een intrigante was ze. Hoezo? Nou, ze speelde mensen tegen elkaar. Ik zal u wat vertellen. Dat was een Duitse meneer. Ja, dat is een heel gekant verhaal. Dat was een Duitse meneer. Dat was een rijke meneer. Rosenberg heette die. En die was vrijwilliger. Bij het comité voor Joodse vluchtelingen. En die leende mij af en toe om brieven te schrijven in het Duits. Dat waren het de adviezen die hij aan het comité gaf. We spraken met hem, was een hele aardige man. En hij vroeg me wel eens wat ik van die brieven dacht of wat dan ook. In ieder geval, we spraken wel eens met elkaar. En zij had een oogje op die man. Ze was gescheiden en zo'n vrijgezel, rijke vrijgezel, nou dat leek er wel. En die zei toen tegen mij, Mirjam, je moet als meneer Rosenberg jou dat vraagt, dan moet je maar zeggen dat je het zo druk hebt dat je niet voor hem kunt werken. Nou, er was niets tussen mij en meneer Rosenberg. Die had niet mijn grootvader kunnen zijn, niet dat ik dat. Maar dat was de manier waarop ze werkte. En ze had een buitengewone invloed op mannen. Ze was niet mooi, maar ze had een enorme invloed op mannen. Maar zoals ze zegt, ik kan ook heel veel goeds van hem vertellen. Echt waar, is het. Ik kan heel veel goeds van hem vertellen. Zij heeft pakketten gekregen via het Rode Kruis. Want zij had invloed van bij de Joint en zo. En ze heeft aan iedereen uitgedeeld. En dat was heel wat in die tijd. En er is een meneer die heeft een boek over haar geschreven. Ik weet niet of u dat boek gelezen heeft, ja. Hij zou proberen vandaag te komen, maar het is hem kennelijk niet gelukt. Wat zegt u? Bernard Wasserstein zou proberen vandaag te komen, maar het is hem kennelijk niet gelukt. Ja, ja, met de meneer ben ik ook in de klits geweest. Want die schrijft dan ook dingen. Ik heb het allemaal meegemaakt. En mensen die het van literatuur, van historisch materiaal moeten weten, die zijn er soms dikwijls naast. En hij is er ook dikwijls naast geweest. Hij heeft een voordracht gehouden in Jeruzalem. En toen ben ik naar die man toegegaan. Een snotneus, werkelijk waar. Die man is professor. En ik ben naar hem toegegaan en heb gezegd, wat u schrijft is niet waar. Hij schrijft bijvoorbeeld, Gertrude Fontijn had twee secretaresses. Dat was niet zo. Ze dicteerde mij wel brieven, maar ik was niet haar secretaresse. Ze had één secretaresse. En alle mogelijke andere dingen. En ik moet zeggen, alle andere dingen die hij... En toen heb ik gezegd, er zijn nog meer dingen. Die zijn gewoon niet waar. En die heeft hij allemaal veranderd. En het werkelijk, buitengewoon. Buitengewoon vond ik dat. Ja, echt waar, dat vond ik buitengewoon. Hij had kunnen zeggen van, je kan me nog meer vertellen, wie ben jij? Nee, dat was echt bijzonder. Die mevrouw daar. Ik wou allereerst mijn bewondering voor uw geweldige geheugen uitspreken. Ja, dat is ongelooflijk. Ik heb nog een vraag op het Joodse Raad. Hadden zij een functie bij het verklaren of iemand Joods was of niet? Want de kaarten zijn nu beschikbaar. En van mijn familie zijn de helft staat er wel op en de andere helft niet. Dus ik moet uitzoeken waarom niet. De verklaring van Jood, dat was zo, de mensen moesten zich aanmelden. Niet bij de Joodse Raad, zoals het dikwijls staat, maar bij de gemeente. En daar stond dus. En daar moesten ze zich melden of ze Joods waren of niet. En ik zal u nog eens een mooi verhaal vertellen. Er is een meneer gekomen bij mij, toen ik al bij de Joodse Raad werkte, moest ik ook mensen ontvangen. En die kwam toen bij mij terecht en die zei, mevrouw, ik heb geen J in mijn pas. Want ik heb gezegd dat ik twee Joodse grootouders heb. Ik heb twee stel Joodse grootouders.
En die man heeft het gelukkig verkeerd begrepen. En nou heb ik geen jee in mijn pas. Ik zeg, meneer, wees me blij dat ik hier ben. Ga alsjeblieft, want hij zei, wat moet ik nou doen? En toen zei ik, u doet alsjeblieft niets. Maar dat gebeurde dus ook. En daaruit kun je zien hoe achteraf bekeken, hoe dom het was dat die mensen daar naartoe gegaan zijn. Maar dat kun je allemaal wel zeggen, maar je moet het zien in de tijd. Want de Nederlanders en ook de Joden, die waren gewend, dat is de wet, dat is het voorschrift en dat moet je doen. Mijn vader die zegt, als we worden weggehaald en we helemaal geen risico hebben of wat dan ook, die zegt, we mogen niet op straat. Als de Duitsers zeggen van, iedereen moet binnenblijven. Een laatste, mag ik iets over zeggen over die protesten? Je kon protesteren als je zegt, ik heb destijds gezegd dat ik 4 Joodse grootouders had, maar bij nader inzien denk ik dat er maar 2 zijn. En dan moest bij Hans Kalmeijer in van Binnenlandse Zaken in Den Haag, en dat is een groot archief. Ik kan u wel even vertellen hoe je dat moet aanpakken. Ja. Want er is nog heel veel van te vinden. Heel graag. Ja. Dat even tussen. Een laatste vraag voor jou. Thanks. Misschien even staan, want dan kan Mirjam je ook zien. Ja, natuurlijk ook een meisje heel erg bedankt voor uw komst en voor uw verhaal. En we gaan een algemene vraag stellen, die is meerdere keren gesteld, maar toch zou ik graag van u willen. Ik heb het niet gesteld. Ik ga ze zo stellen. Wij weten vandaag wat er gebeurde als mensen vanuit de Schouwburg, vanuit Westerbork zijn gedeputeerd naar het oosten. Maar zoals u zelf nu kunt herinneren, wat wist men toen van waar de mensen naartoe gingen, van wat het eentje doen van de nazi's was? Wat wist je van de kampen? We wisten niets. We hadden, en dat is waarschijnlijk ook psychologisch, we hadden het op een of andere manier, hoorden we wel verschrikkelijke dingen, maar dat wat er gebeurde, dat wisten we niet. Nou dat is ook nog een verhaal. Ik was in Bergen-Belsen. En op een bepaald ogenblik, die bedden waren van hout. En daar staat op een van die bedden, er zou een groep Joden, die zou zogenaamd naar Theresienstadt gaan. En die waren de vorige dag getrokken. En daar staat op die lijst, op die houten rand van de bedden, staat die Joden die nu vertrokken zijn, die zijn niet naar Theresienstadt, maar die zijn naar Auschwitz. En die zijn allemaal vergast, dood. En wat schrijf ik in dat boek? Ik kan het zelf helemaal niet meer begrijpen. Begrijp jij dat? Schrijf ik aan mijn verloofde. Begrijp jij dat? Maar ik schrijf er wel achter, hopelijk zullen we het nooit begrijpen. En dat is, zoals ze zeggen, als ik dat nu lees, dan denk ik, nou dat is toch duidelijk wat er staat hierbij. We wilden op een of andere manier wilden we dat niet begrijpen. En ook was het ook nog zo, ik heb daarna contact gehad met verschillende vrienden. En een was mijn mazin. En die vertelde, en dat was geen Jodin. En die vertelde me, wij hoorden geen Engelse radio. Dat heette distributieradio en wij hoorden geen radio. Maar zij hoorden wel radio, Engelse radio. En daar werd door de BBC verteld wat er gebeurde. En toen heeft zij gezegd, dat kan niet. Dat is Engelse propaganda, dat geloof ik niet. En nu weten we overal in de wereld. Achteraf kun je dat allemaal wel zeggen, maar ik schrijf ook dit was. Ik denk dat ik het wel zal overleven, want ik ben nog jong en ik ben nog gezond. En als we daar in een of andere kamp terechtkomen, dan zal ik dat nog. En zolang zal die oorlog niet meer duren, en dat kwam er natuurlijk ook nog bij. Wij dachten altijd, die oorlog heeft 5 jaar geduurd. Als die oorlog 2 jaar had geduurd, was de Joodse Raad er anders afgekomen. Want in het begin heeft de Joodse Raad nog wel wat bereikt. Konden Duitsers toen waarschijnlijk, misschien hadden zij die plannen van deportatie nog niet of wat dan ook. Maar in het begin heeft de Joodse Raad nog iets bereikt. Maar dat was maar heel kort. Maar als die oorlog, laten we zeggen, 2 jaar had geduurd, was het anders geweest. De Duitsers hebben 5 jaar de tijd gehad om alles te doen wat ze gedaan hebben. Mirjam, ik wil hiermee eindigen. Ja, gelukkig. Ja.